Mijn naam is Joost Verhagen. De meeste mensen die kennen me wel uit het groene vakgebied. Een innovator in hart en nieren. Vandaag mijn verhaal gehouden, mijn presentatie gehouden op de innovatiedag van, die Hein van Iersel georganiseerd heeft. Dat doe ik met heel veel plezier. Dat vind ik leuk om te vertellen over de dingen die wij doen. Mijn zorgen uitgesproken dat we een klein beetje uitgeïnnoveerd zijn in ons groene vakgebied. En dat ik de toehoorders een klein beetje heb mee willen nemen in wie is nou deze ondernemer en waarom vind je innoveren nou zo leuk, waarom vind je de organisatie zo leuk. Want je gaat er geen grote pot met geld mee verdienen. Je doet het om het groene vakgebied te verrijken met je kennis en met je gedrevenheid en met de innovaties die eruit voortkomen. Ik heb geprobeerd om het publiek mee te geven dat je steekt je hoofd boven het maaiveld uit als je innoveert. En het is heel fijn om tegenaan te schoppen schijnbaar. Maar ik heb geprobeerd om de mensen mee te nemen dat we dat met elkaar, de innovatie die je als groene vakwereld doet, moet omarmen. En dat je trots moet zijn op de innovatie die anderen doen. En de opdrachtgevers, die vaak met argwaan kijken naar die ondernemer die dan schijnbaar heel veel geld wil verdienen. Wat in de praktijk gewoon niet zo is. Dat zijn ook groene vakmensen gedreven, die hebben passie voor het vak. En die willen het vak ook verrijken met hun ideeën en met hun innovaties. En wat zou je nou als opdrachtgever kunnen doen om dat een klein beetje te stimuleren? Gewoon heel klein, gewoon innovatie in het project stimuleren. En ideeën en wensen en zorgen delen. Ik ben ondernemer. Ik run een bedrijf, dat heet Cobra, dat is een adviesbureau. En in hart en nieren ben ik een echte bomenman. Maar dat is voor mij niet genoeg geweest. Ik ben gaan uitbreiden. Ik heb een vijftal adviesbureaus. Eén is Cobra Boomadviseurs. Ik heb een bedrijf dat heet Cobra Ecoadviseurs. En een bedrijf dat heet Cobra Planadviseurs. Geoadviseurs en groenjuristen. Dus vijf loten aan die Cobra boom. Waarmee ik het groene vakgebied kan bestieren. Wat is groene innovatie in het groene domein? We zijn een klein beetje uitgeïnnoveerd. Hè. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er gewoon veel minder geld te besteden is. We zijn ook een klein beetje uitgeïnnoveerd in het groene vakgebied waar het gaat om het onderzoek. Hè. Dat is ook gewoon bijna klaar, er gebeurt weinig. Maar er zijn nog zoveel ideeën uit te werken waar het gaat om de klimaatveranderingen. Wat je daar in feite als groene vakman kunt doen. Niet alleen de groeiplaatsconstructie, maar ook gewoon heel slim omgaan met welke bomen planten op welke plek. En zijn die wel toekomstbestendig? Dus ik denk dat er een heleboel te doen is als we de koppen maar bij elkaar steken. Dat we als groene vakwereld koppen bij elkaar steken en niet heel argwanend naar elkaar kijken. En dat vooral de opdrachtgever de drive heeft om met, zal ik zeggen, al die bedrijven ook te willen samenwerken en te innoveren. En niet alleen een project wegzetten, maar gewoon even wat breder kijken van wat kunnen we nou in een project of gewoon op het gebied van innovatie voor elkaar betekenen. Het is raar als jij op een ecologische manier CO2-neutrale met paard en wagen de boom naar een plantgat in de gemeente kon brengen. En dat vervolgens de boom in een plantgat kon staan van 1 bij 1 meter. Dan heb je natuurlijk een heel proces gehad van selectie van de boom en het ecologisch kweken en vervolgens CO2-neutraal de boom komen brengen en vervolgens heeft die boom op die plek geen duurzaamheid, omdat daar in de planvorming niet over is nagedacht. De uitdaging ligt misschien wel in het feit dat we allemaal losse puzzelstukjes op dit moment aan het invullen zijn, aan het inkleuren zijn, maar de puzzel nog niet in zijn geheel kunnen leggen. Dus de boomkwekerij is heel erg bezig met hun certificering, met natuurvriendelijk kweken en dat soort dingen. Met diversiteit in de kwekerij om plagen te onderdrukken. Diversiteit, want dan wordt er de markt naar gevraagd. Maar als vervolgens de markt geen verstand heeft van hoe plant ik op die plek een boom en hoe groot moet dat plantgat zijn, en is het überhaupt wel de juiste soortkeuze die ik hier voor deze plek bedacht heb, dan gaat het mis.